is het zover. De Stationsstraat in Sint-Truiden heeft een grondige facelift gehad en heeft terug de grandeur van weleer. Om dat te vieren organiseert de stad een buurtfeest, want de inwoners hebben er lang op moeten wachten, maar het was de moeite meer dan waard. Ik moet zeggen, het is schitterend wat er gemaakt is. Het is een avenue. Het fietspad is zo breed als een straatweg eigenlijk, hè, of een rijbaan. Het voetpad daarnaast ook. Dat gaat flaneren worden. We zijn zo fier als een kindje eigenlijk. Hè? Het is natuurlijk een nieuwe straat en dat vergt ook nieuwe inzichten. Vandaar dat we gezegd hebben, als we slimme stad willen zijn, dan moeten we ook investeren in slimme verlichting. En deze verlichting zal zich aanpassen aan de hand of je erdoor loopt of niet. Met andere woorden, het licht zal feller of zachter gaan, afhankelijk of hier mensen zijn. De straat heeft terug de grandeur van vroeger, met groen, enkel richting. Minder parkeerplaatsen, maar meer comfort voor de voetganger en de fietser. De bewoners vinden nu dat zij op de Ramblas van Sint-Truiden wonen, want hier zijn we meer dan fier op. Ja, het heeft lang geduurd, want wij wonen in de buurt. Dus wij hebben het een beetje last ondervonden, maar als je het eindresultaat ziet, is dat gewoon prachtig, hè? Is dat wel de moeite waard om te wachten eigenlijk? De opening is eigenlijk een echt straatfeest. Ik hoop dat hier vroeg of laat iemand gaat rechtstaan en die zegt, dat gaan we volgend jaar opnieuw doen. Hè? Uiteindelijk, het zijn de mensen die hier wonen en in de buurt die de meeste overlast gehad hebben. En waarvoor onze grote dankjewel voor het begrip. Kortom, een straat om fier op te zijn.